Niet in mijn naam. Niet in mijn naam. Niet in mijn naam. De Nederlandse regering moet stoppen met Syrië te bombarderen. Dat is het doel van de nieuwe actie Niet in mijn naam van Rood. De actievoerders willen de regering oproepen om humanitaire hulp te bieden aan Syrië. Volgens de SP-jongeren is dat belangrijker dan bommen gooien. In dit ogenblik is het vooral belangrijk om humanitaire hulp te bieden. De vluchtelingenkampen daar en gewoon ook sowieso de mensen die schreeuwen gewoon om brood, om medicijnen en om andere hoognodige dingen en niet om bommen. En we zouden gewoon met z'n allen om de tafel moeten gaan zitten om de problemen daar op te lossen. En niet zomaar bommen gooien op een land die al van oorlog en conflict overspoeld wordt. Allahu Akbar, wa rajawiyya ala qura jabal az-zawilan, Allahu Akbar. Maar hoe kan Nederland de IS-strijders zonder bommen bestrijden? We zouden sowieso de wapen- en geldstroom van de IS kunnen afsnijden. Als ze geen geld meer hebben, hebben ze ook geen geld om aanslagen te plegen en om daar oorlog te voeren. En op die manier kunnen we het ook oplossen. Stop met het vermoorden van onschuldige burgers. Stop met bombarderen. Floor plaatste amper 24 uur geleden een video op de Facebookpagina. En ondertussen heeft ze al heel veel reacties en 7000 views gekregen. Heel veel mensen die reageren met ja, ook niet in mijn naam. Ik ben het helemaal mee eens. Bommen gooien, het slaat nergens op. Er vallen onschuldige doden. En ja, iedereen begrijpt dat het een belachelijk idee is om Syrië te gaan bombarderen. Volgende week woensdag wordt er nog een avond georganiseerd, waar de actievoerders nieuwe acties rond de bombardementen gaan bedenken.